Nggih. Kowe ngerti apa kae? Iku jenenge nggae film. Ngerti kowe film? Eh? Kowe mbiyen senama kerja apa? Aku apa ditakon karo wong ora ya. Kowe tak tekoki kowe mbiyen pernah sih kerja apa? Ngunduh kopi. Ngunduh kopi. Lah pernah sih ning ngendi? Pernah sih nek mari ombos. Mari ombos. Mandore sapa? Mandore Duraja. Mandore Duraja. Lah kowe ning Sirnama kerja ngunduh kopi kuwi karo apa? Dipikul apa digendong? Ya digendong kan cangking. Oh, ora kuat. Ora kuat gendong dicangking. Iya, digendong cangking. Oh. Lah lemute oke. Nah, lemut pun ora kuat kowe lemut. Sufir maskin. Agas, nyamuk. Bangsa Jawa saka Suriname ana negara Londo. Bapak loro bocah Suriname. Sing dikarepake bocah Suriname iku anak-anake wong Jawa sing antarane wiwitan abad 20 iki kerja kontrak nang Pernangsi Suriname. Dadi sing diarani bocah Suriname mau kabeh lair ana Suriname. Film iki nyeritakake kahanane bocah Suriname telu. Sing loro lagi potret ngarep omahe ning Brabant. Jenenge Mak Tukiem karo Pak Masiran. Wong loro iku dieloni ibune Mak Tukiem lan anak pupon loro. Dadi sak omah ana telung generasi wong Jawa saka Suriname, yaiku mbok, anak lan putu. Mak Tukiem lan Pak Masiran dipotret ana Paramaribo 20 taun kepungkur. Taun 70-an melu boyong nang negara Londo barengan bangsa Jawa saka Suriname liyane. Ibu asmanipun sinten? Kula Tukiem Atmorejo. Lahir wonten pundi? Lahire wonten Pernasi Mareombos. Suriname. Suriname. Kinten-kinten taun pinten nggih? Taun lahir kula taun 26. Lamake kalih pake dugine taun 20. Mae kali pake sengkeng Jawi. Keng Jawi. Sapi jining dalan neng Amsterdam North. Naliko Suriname arep onaf hangklek, ewonan wong Jawa soko Suriname ngalih nang negara Londo. Singakeh manggonono Brabant, Groningen, lan Randstad. Iki omae Pak Satio. Pak Satio neng tengahi anak putu ono Suriname. Ono film iki Pak Satyo bocah Suriname sing nomor telu. Kula sejatosipun nami kula Joyo Sarino Satyo. Alajeng gampilipun Satyo. Sarino nipun boten dipun. Amun boten namung bor letter mawon S. Nggih. Yeah. Keng Rama saking pundi Pak Satyo? Saking Indonesia asal. Saking Solo. Lah saking Jawi desane pundi? Desane bawa Brebes. Jregi kutha Winangun. Wong tuane bocah Suriname asal saka Indonesia sing akeh saka Jawa Tengah. Kayata wong tuane Mak Tukiem saka desa Jregi kutha Winangun lan wong tuane Pak Satyo saka Solo. Antarane taun 1890 tekan 1930, ana 30.000 wong sing diwerek ning desa-desa tanah Jawa dikon kerja kontrak ana Suriname. Akeh sing kapusan. Ya ana wong Jawa sing gelem lunga jalaran sebab liya. Pak Satyo wis tau diceritani ngene karo bapake. Wah, namung sebo kemawon sampun dinten. Nika wau rehne. Panjenengane menika sampun mboten kuwi malih kangge lenggahe. Sedinten-dintenipun lajeng merang. Tegesipun merang menika wau minggat saking kraton. Enggak lajeng. Dos pundi to merang menika? Ngeten minggahipun. Sedinten-sedinten ngeten. Menika wonten sang ratu wonten mriku ngeten. Monggo wonten ing pangandikane sang ratu inji ah sinten namung kados mekaten mawon dados iki niki
radikawon. Rasa mboten sekeca lajeng desa. Desa teng Deli, sekolah wau Sumatera teneng wonten sebutanipun Deli. Lajeng saking Deli 3 taun kundur dateng Indonesia ning mboten kundur dateng Kraton Malih. Wonten ing stasiun kalih minggu, stasiun spur-spur. Salajengipun lajeng mlebet dateng Werk. Terus kisah dateng Suriname. Keng ibu, nggih, dateng Suriname pun kagungan putra. Sampun kagungan putra 3. Ditilar teng Jawi, sing kali tilar yang semunggile tasik gesang diopeni kali mbok cilik teng Indonesia. Teng bawah Brebes jergi kutha Winangun. Margo melarat utawa dipeksa, akeh sing nganti ninggal anak bojone. Kanggone wong Jawa pancen angel nek dikon lunga saka tanah leluhure. Wong-wong kontrakan ora nyono yen Suriname iku adoh banget. Bareng tekan Suez Kanal lagi ngerti. Ana Suriname, bapake Pak Satio dikon kerja abot. Lajeng dumugi ing Suriname nika tanggal 1 Juli 1901 taunipun. Lajeng lebet kontrak dateng ing Pernangsi Marienburg. Nika Pernangsi kangge nanem tebu damel gendis. Kok dateng Suriname kenapa? Jaman rumiyin tang Jawi keng Jawi betateng Suriname dibeto kali kunenge Wilhelmina. Ken kontrak kerja teng Pernangsi plantase kebon kopi, nandur kopi, ngunduh kopi, ngusungi kopi. Prasi Mariam Bos. Lanjane pinten? Lanjane 4 ICE sedina ing nyambet damel. Sekawan ICE. Datang jaler 6 ICE. Kontrake pinten taun? Gangsal taun. Wong kontrakan sing akeh dikon kerja ana Pernangsi ning Komewene sawetane Paramaribo. Ibune Mak Tukiem kerja ana Pernangsi Kopi Marien Bos, bapake Pak Sadio ning Pernangsi Tebu Marienburg. Kerjanane ya abot kanggone wong Jawa sing racake cendhek cilik iku. Nyambut gawe 10 jam sedina mung dikeki dhuwit sak ece 2 ECE. Kontrak apese 5 taun. Banjur priye? Buka kebon piyambak wonten ing alas ageng, wono ageng. Mboten sangu, mboten enten cang nyokong, mboten nopo-nopo sak kajengi piyambak sak gesang-gesangi. Lajeng bika wono punika wau, nggih ditanemi samu kawis, nggih wonten pantun, wonten pisang, nggih bohong telon iku to namine. Nanging mboten wonten ingkang numbas. ning Pernangsi nek wis mulai kok kebonan, kok kebon, kok Pernangsi terus kerja apa nyawa? Manuk-manuk kene kok. Ora mayeng-mayeng nyawa. Iya, nyawa nandur pari. Ani-ani. Iya, nani. Itu. Ya nutup. Ngomong sing api. Ya nyawa. Waduh, nandur pari. Macul barang. Macul. Babat. Babat. Oh iya, morok. Orang rasa macul loh. Iya, morok, babat. Bar kontrak ana sing teken maneh, eneng sing golek penguripan dhewe. Nanging loro-lorone ku abot. Mengkono uga anak-anake yaiku bocah Suriname. Ning kono ora ana sekolah, yen ana nggone adoh. Karo maneh kabeh kudu melu nyambut gawe supaya ora keluwen. Gesangipun rekaos sanget. Pripun menggagadah yoga tiga sekawan anggenipun ngapa miyoro menika wau lagi rekaos
Saya malah yang perlu maringi sekolahan. Lah, boten gadah yotro. Kepripun anggenipun nyurung? Napa ibu enten Suriname sekolah? Boten. Enten apa? Lah tebe lajeng sekolah niku ngene tebe. Manggene nang kebonan Sabaulo. Telas kontrak teng Pernangsi mari ombos, terus buta teng kebonan teng kebon Leiden nomor 11 distrik Parama Sabaulo. Lajeng sakniki teng Nederland kalian sinten mawon? Nggih mae kula beto. Ratan kula kok beto kalih kula beto anak pupon kali. Genti nyeritakake wong Jawa saka Suriname sing manggon ning negara Landa. Sajrone rong generasi boyongan adoh maneh. Sesrawungan seje, pranatane seje ning ya kudu dikulinakake. Iki wong saka Sikenfons teko. Dag meneer, ik ben van de ziekenhuis Brabant. Zou je binnen mogen komen? Ja. Ja? Smuls is mijn naam. Ja, ik ben Manderjai. Ja. Mijn dag, Anna. Ik kwam even bij u langs, in verband met een paar vragen. Even kijken, de naam is Ma Di Reggio. Ma Di Reggio, ja. 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 U bent in september vorig jaar 65 jaar geworden. Ja. En ze heeft een inkomen gekregen dus van de AOW eventueel en de eventueel daarnaast liggende pensioenen. Mm. Heeft u daar gegeven van bij de hand toevallig? Papier, hè? Papier van de Sociale Verzekeringsbank. Papier van de Sociale Verzekering. Van de AOW. Maar hebben een sociale verzekering. Zijn in tot overgang van 65. Mm-hmm. Ya. Oh, ya. Jadi kalau kancane cek ditulis yang ya sesuk kapan dene men brene meneh. Ya. Oh, yang kalau di ora ning jadi kalau anu ditulis. Previous by Iman. Boyongan terus. Saben boyongan tansah sumelang yen bakal ilang jawane. Ana Suriname, wong Jawa wis nurunake adat lan tata cara sing digawa saka tanah Jawa marang anak-anake. Saiki genti bocah Suriname padha tumandang nguri-uri kabudayane dhewe kaya ta ana gedung Big Fleet Brabant. Ayo John, kabeh. Ah, nanti. Iki kabeh iki. Oh, no dia. Kaya-kaya kuwi Pak Masiran iku bocah Suriname. Kepengin nurunake kepinterane marang anake. Dadi pancen gelem tumandang. Pak Masiran seneng gamelan lawang. Toto-toto kanggo tontonan wayang. Pawon Big Fleet didadekake nggon wayangan. Mergo kurang nggon, mula dianakake neng pawon bae. Ora dadi apa, anggere kabudayaan bisa urip. Para niyaga pakumpulan rukun utama teka saka ngendi-endi. Ana wayang ya kudu ana gamelane. Pak Masiran melu nabuh. Pak Masiran milih wayang sing bakal metu ing lakon. Isi atusan wayang iki ana ning kamar dayoe Pak Masiran.
Wayang-wayang iki gaweane dhewe, le belajar gawe ana Suriname. Pak Masiran umure 55 punjul, anake wong kontrakan Jawa, wonge nguri-uri kabudayan Jawa. Lalu ngarepake wiwit jejer. Kamar loteng ana omahe Pak Masiran. Yen ora ana wong sing tresno marang wayang kaya dene Pak Masiran iki, tontonan kaya ngono mau ora bakal bisa kelakon ning negara Londo. Patih Sengkuni nyembah ing ngarsane Prabu Kurupati kaya bapakne Pak Sadio ning Kraton Solo mbiyen. Gurune Pak Masiran wong Jawa saka Suriname. Ibu sing ngajari ta wayang. Ibu menika ngajari nyorek-nyorek ngoten. Wayang ngecat-ngecat ngoten. Menika kula masih dereng mangertos napa-napa Bu lah dipun tuntun. Nah, menika waket dangu-dangu waket sae. Nggih mboten sae kados Indonesia ngoten. Jucal nggih Bu nggih damel menapa niku ato-ato ngoten nggih ketimbang mboten nate wayang. Damel wayang wonten Suriname niku disaden apa mung nggih sambilan mawon. Oh niku sambilan mawon Bu. Menika nggih pripun kabudayane Jawi Bu mboten ical ngoten. Menika nenek moyang saking Indonesia menika bibit saking Indonesia. Menika nek dipun icali dos pundi Bu? Lah, ngoten. Iki Janaka. Ana Janaka, ana Hana Caraka, ya diuri-uri karo Pak Sadio. Cobi-cobi menawi tasik kemutan. Menika kula nggih ngantos bestal-bestal kangge aksara Jawi sebab aksara Jawi sampun mboten wonten. Yen Jawi, yen ho kados mekaten. No ngeten en ico Arab terus pundi yen Arab mungele bismillah nggih ngeten Pak Sadio bisa maca nulis pancen klebu wong pinter sing banjurake adat lan tata cara saka bapakne. Mula sok mitulungi wong urip lan mati. Ning kuwatire yen Pak Sadio wis ora ana, tata cara melu ilang. Nanging sejatosipun kula menika sampun sepuh. Ning gontong-gontong ingkang muda-muda sami mlengkot mawon. Kepripun? Kula sampun sanjang, upami upama cah aku wis ora ana. Banjur tata cara wis ora ana njut kepiye ing sesuk. Nggih, Pak. Kula nggih badhe belajar. Menika wonten anu. Lais-laisipun. Kula ngantos ndamel pembelajaran. Upami kowe iki nek ngedusi layon kaya ngene. Upama nyampurnakake layon iku kaya ngene nek wis tekan kubur kaya ngene niku sedaya kula damelake. Pak Sadio dijaluki tulung karo sadulur Nono Manjowo
matang puluh dinani makne sing tinggal donya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya adat tata cara Jawa ora ilang, patokane dicateti karo Pak Sadiyo didadekake wulangan. 40 dina iku temununge nyampurnakake gawan kang sangka bapa lan biyung. Arupa getih, daging, sungsum, jerohan, kuku, rambut, balung, lan otot. Iku demununge 40 dino. Ila ta'budu syaitonu, syaitona inna lakum aduun mubiyan, wa ani abudun, hada siratum mustaqiyam. Ngopeni sukmane para leluhur iku penting banget kanggo bangsa Jawa. Nanging yen wong isih urip, sukma durung pisah karo raga. Eh tapi jeti, endi sing lara? Nek iya, ngurep. Mungkur sing apik tangane no, tangane kayak gini. Iki tangane, iki, sitok iki. Kayak gini. Iki nek sing lara ta? Iya, kok lara. Ana Suriname, Mak Tukiem dadi dukun bayi lan dukun pijet. Nggih, nak tang kesel niku ngene ditulung iku lebih pijeti. Nak tang mantuke ngrasake nika gadah babaran bayi. Napa wis 8 dinten lan niku kula pijet nak tang Jawa kulino badane niku kajenge kepenak kesel ngoten to. Lan niku dadi pijet, makke ngedombeni jamu. Puyang, nggih kunir, nggih temu ireng, nggih temu lawak. Niku didheploki ambak, mangke campuri asem, nggih bal godhong asem, ngoten tumbe kajenge nak nusoni niku nak tangga danak wajeg kajenge seger banyune susu, ngoten. Ngombe jamu. Ya ndek jamune. Ya engko gaweke ya. Iya. Wis ora kok kalae. Kosek. Jare kene iki lara lho iki. Nenek gawe jamu pripun? Mboten nenten. Jamu mriki mboten wonten nggih tumbas teng toko laris. Mboten tentu apa dulu, mangke teng toko Semarang ten Den Haag ngoten. Werni-werni nak teng mriki mboten waget kok. Kula nanem bengkleman pecah kok, nanem puyang meneh. Mboten waget, Bu. Nggih, terus jamu nggih tesih terus nggih. Oh, nggih, waget sehat nak jamu timbang obat dokter, sehat obat jamu. Jamu niku yang sehat ki Mbak. Memberkane kali nektire kali Siti. Lah nak jamu dokter niku lak didamel, digiling, digerus. Lah niku mboten natir. Niku lek awet nom nggih, awet muda. Jamu sehat, jamu seger. Mak Tukiem, Pak Sadiyo lan Pak Masiran, telu-telune bocah Suriname sing kasil nguri-uri jawane sanajan saubenge wis akeh sing owah. Ananging kepiye bakale bocah-bocah Suriname nom-noman saiki? Pak Sadiyo, terus pun di watahipun tiyang Jawi menika. Watahipun tiyang Jawi menika wau sejatosipun. Ya nyambut damel menika temen sanget. Ananging ingkang dados pengajeng menika wau tansah dilomprongaken lelampah. Dados tansah budu. Boten mungel wedhos. Nggih wedhos ugi. Rega wedhos menika wau saking pendamelan. Pami lajeng dadoske kowe tak percaya saiki kowe nunggu kancamu mangke yen metanteng-metanteng kali landi mangke nggih dipun munduraken dados wedhos samukawis aksara wedhos yang Jawi menika wau tansah menapa
mengasor kemawon. Nggih. Terus-terusan beda sangat kalian sak mangke. Anak sak mangke mboten katen. Sangat bedanipun. Kalau wau, kalau rumiyen niku tiyang Jawi aksara inji, inji. Mboten kemawon. Ya cara landi ya en amen. Pun mboten wonten lintune malih. Landi sing enten Suriname nggih, kalih londo sing enten mriki negari landi. Bedane napa? Bedane nek landi enten Suriname, nek sam gadah napa niku tukang babu, niku pun mbok langgi sepatu mawon nggih kan nyepot kalih babune. Nek nah, mriki bedane kata. Niki kula pun nate kerja babu teng Suriname ing landi ngoten. Lan resi-resi napa-napa nggih menapun dirisi isane kok tasik dulet ngeten. Ini sku untuk iya mau temer skuna. Oh iya prima, ikau kok mir skuna. Nek landi nang riki pripun? Seje nggih. Oh lha mboten kulino ke landi kirangan mriki mboten nate nyambet damel kali landi. Bedanipun landi ing sak mangke ingkang saking Nederland mriki dateng ing Suriname. Purun membelajar ingkang sae-sae. Nanging sian boten, sian galak. Dados bedane kathah samangke. Nggih. Yen sian ditangleti mawon nyentak-nyentak. Lan landi sak mangke sedaya niku pasudaraan. Lan mungel same level nek cara landine. Nah, dados tiyang saged maju. Neng putu kaya nggih lahir wonten Suriname kok jawane tesih tulen nggih. Wong oh, nggih tentu Jawi nggih tentune nggih bejane nggih Jawi terus. Nah kan sanjang taki-taki nggih waget. Nggih cari landing nggih mesti munggil kali nek Jawi niku nggih tetep Jawi. Jawi tulen mboten luntur. Ah nggih mboten luntur, mboten sukane klorok mboten luntur. Nah diklorok luntur. Terus anu tiang-tiang nem sak menika-menika terus pundi tindak tanduke sampun mboten kaya wong Jawa ngaten. Ah menika wau. Wong Jawa dudu, wong Landa dudu, wong ireng dudu dados niku tiang muspra. Jaman rumiyin kula kali wayane seneng, Bu. Nggih. Seneng. Enggak budaya Jawi. Nggih. Lah sak mangke lare nem-nem niko sami dangsi-dangsi niko kabudayan yang lintu. Kabudayan yang lintu, Bu. Lah niki mboten kabudayan lintu niku kadane Indonesia, anu Indonesia. Nenek moyang kula menika tukule nggih wonten ing Suriname. Ditukulake malih wonten ngriki, Bu. Nggih. Ditukulake. Apa ketekat sing ngene? Nah. Nggih menika, Bu. Rembak kula. Apa ngerti kok dong? Lah iya, aku jadi mau film tau, men ya ngerti no, melainnya aku kudu ngomong. Iya, ngomong kan, ngomong kan ya, wis. Wis, orang ngomong mana? Orang. Wis kesel, kesel, istimu. Bangul. Hati. Go.
Een oud pakhuis in Den Haag door Javaanse Surinamers omgebouwd tot ontmoetingsruimte. De vechtsport die hier bedreven wordt lijkt op karate, maar is Pencaksilat, de trainer. De Pencaksilat groep die is hier opgericht om diverse redenen. De belangrijkste reden vind ik zelf een stukje cultuurbeleving van de overwegend Javaanse jongeren. Het is een Indonesische gevechtskunst door de toenmalige contractarbeiders ook naar Suriname meegenomen. En door de jongeren weer naar Nederland. Dus een hele omweg eigenlijk. Een andere reden is om die agressie die je op die leeftijd toch af en toe hebt vanwege overtollige energie, toch een beetje kwijt te kunnen op een gezonde manier. Door met je lichaam onder zware training niet hoeven uit te leven op bijvoorbeeld tramhuisjes en dergelijke. Ismael Tirto Sintono. Ook zijn voorouders leefden op Java. Zijn ouders werden net als hij zelf in Suriname geboren. Sinds 1980 woont Ismael in Nederland. Hij is een van de jonge Javaanse Surinamers waarover deze film gaat. Ismael is 22 jaar. Hij woont bij zijn ouders. In vergelijking met veel andere Javaanse Surinamers in Nederland zit de familie Tirto Sintono goed. De familie kocht een etagewoning in Den Haag. Daarin heeft Ismael zijn eigen plek. Dit is mijn slaapkamer. En dat moet ik zo nodig combineren om hier te studeren. Dat is vrij kleine ruimte. En dat andere bed? Hier slaapt mijn broertje. En hier slaap ik beneden. Zo gaat dat. En van deze ruimte maak ik ook gebruik om mijn gebeden te verrichten. Wat voor gebeden? We doen dat vijf keer per dag. Ismael is islamiet, zoals zijn voorouders op Java waren. In het gezin Tirto Sintono is Ismael de oudste. Hij heeft nog een broertje en een zusje. Zijn vader is technisch tekenaar. In Suriname werkte hij bij Suralco. Zijn moeder stond in Suriname voor de klas. In Nederland is ze huisvrouw. De familieband is groot. Indien mogelijk komt de familie uit Suriname met vakantie naar Nederland. Een van de eersten waren Ismaëls overgrootouders. Ik heb nog mijn oma van mijn vaderszijde en de oma van moederszijde. Die van mamazijde die woont ook in Nederland. Die van papa nog in Suriname. En ik heb nog twee overgrootouders die momenteel nog in Suriname wonen. En die zijn afkomstig uit Java, Indonesië. Een flatwijk in Rotterdam. De heer Mikoen komt thuis van zijn werk. De familie Mikoen is het tweede gezin waarover deze film gaat. Sylvie Mikoen is 18 jaar. Ook Sylvie heeft haar eigen kamer. Ze zit op de HAVO en dus regelmatig met haar neus in de boeken. Maar dat is niet haar enige huiswerk. De heer Mikoen is weduwnaar. Toch staat het eten klaar als hij thuiskomt. Daar zorgt Sylvie meestal voor. Het huishouden komt voor het grootste deel op haar neer. Sylvie staat voor de tweede keer voor haar eindexamen. Vorig jaar zakte ze op het nippertje. Sylvie loopt op school niet met haar extra taak te koop. Zo is er wel meer wat haar klasgenoten niet van haar weten. Ze denken meestal dat ik uit Indonesië kom, of uit Hawaï. Maar als ik zeg ik kom uit Suriname, dan geloven ze het niet. Dan zeggen ze van, dat zijn toch van die kroesharen en zo. Maar dat is helemaal niet zo. Javaanse Surinamers in Nederland. Met een heel eigen voorgeschiedenis.
de heer Mikoen met een foto van het transport dat zijn vader naar Suriname bracht. Die foto vermoed ik dat de eerste mijn ouders zijn vanuit Indonesië naar Suriname te komen. Het staat vast dat Mikoen zijn vader met de Tjenap naar Suriname werd vervoerd. Maar hoe hij ook zoekt, hij kan zijn vader niet uit de groepsfoto halen. Zijn vader was een van de 30.000 contractarbeiders die in het begin van deze eeuw van Java naar Suriname werden verscheept. Nog geen halve eeuw later trof de kinderen van deze contractarbeiders een nieuwe volksverhuizing, nu naar Nederland. En met de kinderen kwamen hun kleinkinderen, waaronder Sylvie Mikoen. Ik ben naar Nederland gekomen in 1975, samen met mijn twee zussen en twee ooms van mij. Dat was in augustus 1975. En we kwamen hierheen omdat mijn vader die was al hier. In juni was hij gekomen. Ja, we waren gewoon niet op vakantie komen. Maar toen zag hij dat hij beter was hier. Toen had hij ons laten halen. Ik was toen 6 jaar toen ik hier kwam. Dan gingen bij ons oom en tante wonen. Die hadden ons voor ons gezorgd dan 3 jaar of zo. Ja, de eerste tijd was heel anders. Dan spraken we ook niet zo goed Nederlands ook. En dat wen je allemaal over een tijdje wel. Dan gingen we hier naar school. Sylvie kwam met de eerste groep in 1975 toen Suriname onafhankelijk werd. Rond 1980, toen Nederland de visumplicht instelde, kwam een tweede groep. Daaronder de familie Terto Sintono. We zijn in april gekomen. Het was nog lente. Het enige wat ik opmaakte was koud. De kou. We zijn goed opgevangen door mijn oom. Je zag, de huizen zijn bij elkaar en het is heel anders dan in Suriname. En ook de buren, die zag je haast niet. Je zag alleen wat verkeer en dat was alles. Je bleef maar binnen gewoon. Maar ik was altijd ik ga altijd een rondje lopen, om een beetje de boel te verkennen. Een belangrijke reden voor het gezin Terto Sintono om naar Nederland te komen was de studie van de kinderen. In het Surinaamse Mungo had Ismaël de MULO gedaan. In Den Haag begon hij op de MTS. Nu zit hij in het eerste jaar van de HTS. Aan zijn eerste schooldag in Nederland heeft hij een levendige herinnering bewaard. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Nou, het was net paasvakantie, dacht ik. En daarna is papa op bezoek gegaan naar die school om kennis te maken met de directeur. We mochten van de directeur de volgende dag op school aanwezig zijn. En ik kwam daaraan en keek zo over een glas van de deur. En ik zeg, helemaal een zwart haar. Ik zeg, wat is dat dan voor een boel hier? Ik kwam binnen en warempeler, allemaal Surinamers. En merendeel van Hindoestaanse afkomst. Ik kon de Javanen zo tellen. En dat is wel een beetje een vreemde ervaring voor mij. In de zin van dat de Hindustanen onder elkaar meer Hindustans gingen spreken. Laten we zeggen, spraken ze Surinaams, dat vond ik niet erg, dat kon ik een beetje verstaan. Maar ik was zo nieuwsgierig dat ik hun verzocht, weet je, van... probeer je de Surinaamse taal niet te praten of Nederlands, dan wil ik het best leren, de Hindustanse taal. En dat moest wel, dat vond ik, hè. En ik heb er ook van geleerd. En ik vind ook dat je, alleen door de taal te leren, dan kan je die mensen ook beter leren kennen. Wat ik bijvoorbeeld in Suriname niet de kans had. De Hindustanen leven zo. In Suriname bestaan verschillende talen en culturen naast elkaar. Dat maakt een gesprek soms moeilijk, maar houdt de eigen tradities levend. Een typisch Javaanse traditie is de voorouderverering. Moeder die is al overleden toen ik 4 jaar was. Ja, ze was ziek. Als ze opstaan, dan gaan we thee maken. Dan moet je thee maken. En dan zet je, zo'n satien is het dan, op de ijskast. En een glaasje water.
En dan het eten dat jij kookt die dag, dan moet je op een schotel zitten. Ja, het is voor, mijn vader zegt dat het voor de overledene is. Voor mijn opa, voor mijn oma en voor mijn moeder ook. Het is dat ze mee eten, zeg maar. De Javaanse traditie schrijft bescheidenheid en terughoudendheid voor. Dat is ook een reden waarom weinig Javaanse kinderen in het hoger onderwijs terechtkomen. Sylvie is een uitzondering, maar dat is te danken aan een oom met veel levenservaring in Nederland. Hij stond erop dat ze naar de HAVO ging, want zonder een behoorlijke opleiding maak je in Nederland weinig kans. Dus ik recapituleer. Het koloniale systeem, vooral ook in Indonesië, kan zich ook zo lang handhaven doordat die blanke op de bovenlaag, die daar aanwezig is, eenvoudigweg nauwelijks in contact komt met de lagere bevolking, als ik het zo mag uitdrukken. He? Die zien het gewoonweg niet. En als je het niet ziet, dan geeft het ook geen aanstoot. En uitgaande van een bepaald winstoogmerk heeft men een soort van onderwijssysteem opgebouwd wat tot op bepaalde hoogte ontzag afdwong van de middenlaag van de inheemse bevolking, die daarvan kon profiteren op alle mogelijke manieren. Die middenlaag van de bevolking die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor onderwijs, niet zoals ik toen gezegd heb, alleen maar... Sylvie's grootouders behoorden niet tot de middenlaag die eventueel voor onderwijs in aanmerking kon komen. Ze behoorden tot de onderste laag in het koloniale systeem. Ze kregen zelfs geen kans te leren lezen en schrijven. De kinderen van deze ongeletterde plantagearbeiders waren voorbestemd voor de landbouw. Wie kon vermoeden dat deze kinderen in Nederland een bestaan moesten opbouwen? Als rijinstructeur bijvoorbeeld. Voor iemand rijles mag geven, moet hij een heel wetboek uit zijn hoofd leren. Dat is een hele opgave voor een man wiens ouders analfabeet waren en waar vroeger thuis voornamelijk Javaans werd gesproken. Misschien wat Sranang, maar zeker geen Nederlands. Okay. Vandaag hebben we een nieuw onderwerp. We gaan een straatje keren. Waar al die tijd maar vooruit, vooruit, vooruit. Ik wil een straatje keren. Ik help u wel, maar doe een beetje zelfstandig. Ja? Nou. Schakel naar eerste versnelling. De koppeling langs op laten komen. Het flink stieren naar links. Ja? Veel leerlingen van rijinstructeur Mikoen zijn van Surinaamse afkomst. Net als hun leraar hebben de meesten moeite met de Nederlandse taal. De ouders van Ismaël probeerden al vroeg daar wat aan te doen. Thuis spraken we voornamelijk Nederlands. Dat is heel verplicht van onze ouders. Waarom? Ja, ze hadden de gedachte. Ze zijn van, hadden de mening van... het is beter dat je Nederlands leert. Tenminste als een voordeel als je op school gaat en gaat verder studeren. Anders dan de meeste Javaanse jongeren kreeg Ismaël in Suriname al een Nederlands gerichte opvoeding. De familie woonde in een overwegend blanke wijk in het bauxietstadje Mungo, waar Ismaëls vader leerde biljarten. Nu onderwijst hij Ismaël deze Europese sport. De Javaanse cultuur is op de achtergrond geraakt. Je vingers even verspreid. Ja, die en die. Die kun je helemaal rechts onder. Even de duim erop. Ja. Ja. Gewoon kopstoot en dan zonder effect. Gewoon. Dat is hem. Het spijt Ismaël dat hij nu geen Javaans spreekt. Jammer, ja. Misschien wel, misschien niet. Maar in mijn geval vind ik het echt wel jammer. Ja, dat klopt. Ik ga altijd oude mensen opzoeken. Hè. En dan heb je echt een grote taalbarrière. En, ja, hoe moet je je kunnen afstellen ten opzichte van die oude mensen? Ik kan het niet over mijn hart heen krijgen om bijvoorbeeld de mensen te benaderen met de Surinaamse taal bijvoorbeeld. Het Nederlands kunnen ze niet zo goed praten. En de Surinaamse taal, dat zou ik niet willen doen.
Kun je dat gaat naar gevoel. Omdat je Javaan bent? Omdat ik Javaan ben. Ik moet eerlijk zeggen, ik schaam me als ik... als ik echt bekonnen ben in de kennis van de Javaanse taal. Dankzij de Nederlands gerichte opvoeding ontwikkelt Ismaël zich tot een zelfstandige, bewuste persoonlijkheid. Maar Ismaël doet er meer mee dan zijn ouders dachten. Hij heeft ervoor gekozen om zich de Javaanse cultuur, die thuis in Suriname verloren dreigde te gaan, weer eigen te maken. Voor Sylvie met een Javaanse opvoeding is behoud van de eigen cultuur vanzelfsprekend. Het hoort er voor haar gewoon bij. Net zo goed als jazzballet in haar leven past. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, we zijn vorig jaar begonnen, voor de lol eigenlijk. En ze hadden ons gevraagd of we iets konden doen, een act of zo. Omdat het centrum voor de Javanen was 10 jaar. En we heten Silene Dancers. Sylvie danst ook Javaans. Ja, ook Javaans. Dus elke zondag. We zijn met 11 ongeveer. Waarom dans je Javaans? Ja, ik heb het altijd leuk gevonden, Javaanse dans. Het is weer anders dan het jazzballet. Een beetje contrasten. Wat vind je leuker? Ja, allebei eigenlijk. Het is heel anders. Voor Ismaël is de Javaanse cultuur meer dan muziek en dans. Hij is hier in Nederland teruggekeerd tot het geloof van zijn voorvaderen en een praktiserend islamiet geworden. Ja, in Suriname was ik geen praktiserend islamiet. Ik kwam hier in Nederland en je voelde toch een bepaalde leegte. Ik bedoel, we hadden weinig contact met de Javaanse cultuur, laten we zeggen. En zo gek ook, ik liep in Den Haag langs een Turkse moskee. En dan waren ze net bezig met het bidden. En ik dacht bij mezelf, hé, dat komt me bekend voor, zoiets. Ik was echt geïnteresseerd daarin. Heb toen informatie gevraagd, hoe zit het in elkaar. En ze zijn zo vriendelijk geweest dat ze me alle informatie konden verstrekken. En daarna ben ik een beetje die toestanden gaan bestuderen. Ook aan mijn ouders gevraagd, en, hoe zit het met onze voorouder? Waar waren zij mee bezig? Bijvoorbeeld, mijn opa van vaderzijde, die was echt praktiserend islamiet. En oma ook. Maar van mama zijde, die waren meer gericht op de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dan nog, ik denk dat de invloed van de islam op de Javaan erg groot is. En vooral op mij. Islamiet of niet, omdat Ismaël de Nederlandse nationaliteit heeft, moet hij zijn dienstplicht vervullen. Dat vergt aanpassing van beide zijden. Ismaël wil ver gaan met aanpassen, maar hij heeft zich voorgenomen eerst te onderzoeken of er in het Nederlandse leger ruimte is voor een praktiserend islamiet. Goed, ik heb hier de administratie vernomen dat er wat praktische probleempjes zijn in verband met jouw geloofsovertuiging. Daar kunnen we een heel eind wat aan werken. Tietus en Tonno heet je, maar je noemt jezelf de soldaat Ismaël, klopt dat? Ismaël, ja. Hoe zit dat? Ismaël.
Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe is dat gekomen? Vanwege mijn grote vertuiging. Dus ik moet jou soldaat Ismael noemen en niet soldaat Teodoro Santana. Ja. Akkoord. Voor wat betreft voeding is er van alles te regelen. Dat is geen enkel probleem. Dat doen we via de arts. Ja, dan regelen we dat de keuken, het voedsel wat voor jou noodzakelijk is, dat ingekocht wordt. En dat is verder geen probleem. Voor wat betreft jouw gebedsuren. Het kan zijn dat er tijdens de diensturen, wanneer we les hebben, oefeningen hebben, op de schietbaan zijn, et cetera, dat het dan wat moeilijker uit gaat komen. Ik heb vernomen dat we dat half vijf werken of vijf uur zo ongeveer. Dat is afhankelijk van de dagen. Op maandag tot vijf uur. En de andere dagen tot tien voor vijf. Ja, nou dat kan ook geregeld worden, want ik mag het tot vijf uur zo ongeveer inhalen. Het is geen punt. En op welke tijden kom je dan uit? Om 1 uur heb ik een gebed. Mm. En om 3:30. En die twee mag ik ook combineren. Dus tijdens het inhalen. Dat is helemaal geen punt. En die kun je dan om 5 uur inhalen? Ja, ja. En dan 's ochtends? 'S Ochtends is dat om 6 uur. Zes uur. Dat is ook geen probleem. Goed. Nou, waar we dat gaan doen, dan kan ik vanmiddag even in overleg treden met de geestelijke verzorgers die wij hier op deze kazerne hebben. Misschien dat zij een ruimte beschikbaar hebben. Zo niet, dan kunnen we hier in het gebouw altijd een ruimte in elkaar zetten. Ja, en ik heb nog een vraag. Voor zover u weet hebben de christenen bijvoorbeeld de zondag als rustdag. Mm-hmm. En de joden als zaterdag als rustdag. Hebben we islamieten ook de vrijdag als rustdag. Maar dat is geen rustdag. Maar het is wel van belang dat ik toch... in de wintertijd is het om 1 uur, in de zomer is het om 2 uur, om toch aanwezig te zijn bij het vrijdagsgebed. Ik heb veel gevallen gehoord dat in bepaalde kazernes een uitzondering maken. Dat bijvoorbeeld een aanwezige islamiet dan voor die hele vrijdag vrij krijgt om naar huis te gaan. Maar ik ben al tevreden als ik een paar uurtjes verlof kan krijgen om hier in de dichtstbijzijnde moskee. En waar is die? In Den Bosch zelf. In Den Bosch. Ja, ik heb een paar adressen. Ik denk dat dat wel te regelen valt. Ja. Een paar uurtjes. Goed. En ook betreft de islamitische feestdagen, die hebben we maar 2. Nou, dat is wel geen probleem. Geen probleem. Ja, ja. Natuurlijk. Stel ik de christenen hebben hun feestdagen en de islamieten de hunne. Ja. Ik ga vanmiddag even naar de arts. Dan regel ik voor jou de voeding. De voeding, ja. Ja. En dan neem ik vanmiddag nog even contact op met de geestelijke verzorgers. Kijken of zij ruimte hebben. En dan krijg je dan vanmiddag eind van de middag van mij te horen. Akkoord? Ja. Goed. Bedankt. Ja, tot ziens. Bescheiden, bereid tot compromissen, maar wel durven vragen. Typerend voor de Javaanse mentaliteit nu? Javaanse mentaliteit, ja, dat ze bescheiden zijn, rusten. Ja, ook gastvrijheid. Als je wil gastvrijheid, als je bij ons komt, dan kan je gelijk mee eten of zo. Ik hoor veel van Nederlanders, voordat je... bij iemand anders aan visite, je moet van tevoren bellen. Afspraak maken, kom ik koffie drinken bij jou? Vind het wel leuk? Nou ja, akkoord. Maar wij anders. Elk moment, elk tijd, kan gewoon voor de deur bellen of schellen voor de deur. Is altijd welkom. Javanen is een beetje terughoudend. Ik denk eerbiediger. Ik zal maar een voorbeeld opnoemen. Ik sta in de rij. Ik moet geholpen worden door iemand. En als er altijd mensen zijn die voor mij staan te wachten, dan wil ik graag dat zij eerst geholpen worden. En dan kom ik aan de beurt. Dus, maar ik zie vaak dat bijvoorbeeld iemand komt helemaal achter de rij aan helemaal voor mij lopen en dat vind ik een beetje onbeschoft. Maar dat schijnt normaal te wezen hier. Is het moeilijk als je ervaren in Nederland? Nou, ik denk dat de Javanen kunnen zich goed aanpassen en zo. Beter dan die andere buitenlanders. Ze hebben een goede aanpassingsvermogen. En waardoor komt dat? Het ligt gewoon aan ons, denk ik. Jullie vragen minder? Ja, we doen eigenlijk wat ons gezegd wordt. Dus dan doen we dan een beetje aanpassen. Dus we zoeken geen ruzie en zo. We houden niet zo van. Rijinstructeur Mikoen is een aangepast man die het dankzij doorzettingsvermogen in Nederland heeft gemaakt. Hij voetbalt graag. Oké.
In een Javaans-Surinaams elftal, dat wel. De droom van een eventuele terugkeer naar Suriname is nooit ver weg. Het verlangen naar familie daar blijft. Alleen hier is het leven anders. Eigenlijk de bedoeling op het hele gezin terug naar Suriname om te emigreren. Vorig jaar augustus was het hele gezin om naar Suriname terug. Maar ik heb nou veel gezien, grote dochter. En zegt tegen mij, dat nou papa, als je wilt terug, ga jij maar alleen. Ik hoop dat mijn militaire diensten verder gaan studeren op de HTS. En ik wil dan, wil ik afgestudeerd zijn, werken in Nederland en daarna teruggaan. Waarheen? Het mag in Azië wezen of in Suriname. Wat het liefst? Het liefst in Suriname. De meeste van mijn familie zitten daar. Het is nu al 7 jaar dat ik ze niet meer zie. Alhoewel, elke zomer komen er familieleden op met vakantie hier. Nou, kom op, allemaal doorlopen, hierheen. Pleierbal erin gooien, even die pleierballen aanpakken. Hij gaat zitten met die pleierbal tussen je benen.